Er stond gisteren in het B aan de Stem een merkwaardig artikeltje. En dat ging namelijk over het voormalige of het huidige, zo je noemen wil, Nedalco-terrein, waar ooit een suikerbietenverwerkend bedrijf stond. En wat blijkt nu bij de herstructurering van dat gebied om daar woningen te gaan bouwen, dat ze stuiten op een opslagplaats, een oude opslagplaats van wat ze in de krant schrijven, P-loof, bietenloof, suikerbietenloof wel te verstaan. En dat is niet zo erg, maar wat blijkt, dat blijkt ook nog eens vreselijk te stinken. En dat moet nu worden opgeruimd met alle gevolgen van dien. Voor de bevolking vreest men, maar ik denk dat het wel mee zal vallen. Maar in ieder geval, het wordt zo genoemd. En dan vragen we ons meteen af, hoe komt er nou bij een suikerfabriek, zoals we dat noemden, bietenloof terecht, want dat blijft over het algemeen op het land, want dat heb je natuurlijk niet nodig voor de suikerverwerking, want de suiker zit namelijk in de biet. Wij vermoeden dat het een beetje afval is, dat door het schoonmaken van de bieten is achtergebleven, waardoor bladresten en dergelijke bij elkaar zijn geharkt en die op een bepaalde plaats zijn gedumpt en wat je dus nu eigenlijk bietenloof zou noemen, of schoon dat nog zeer slecht is te herkennen. Ik denk dat velen van nu, jongeren en met name niet, die zullen niet eens weten waar het over gaat. Bietenloof, P-loof, wat zou dat zijn? Nou, we hebben het nog allemaal meegemaakt, gelukkig. En dat krijg je als je wat ouder wordt natuurlijk. We hadden thuis ook suikerbieten en in die periode werden die ook nog met de hand gerooid. Bieten steken. En dat was een zeer tijdrovend en zwaar karwei. De bieten werden met loof en al uit de grond getrokken en netjes in een rijtje gelegd. En als dat klaar was, dan kwam iemand anders met een kapmes, je zou zeggen een soort hakmes, zoals je dat nog wel eens ziet gebeuren in Afrikaanse landen, waar ze elkaar daarmee te lijf gaan. En met zulke messen werden de koppen van de biet afgeslagen, want ze moesten op die suikerfabriek natuurlijk alleen maar bieten hebben en geen bietenloof of peeloof. Maar dat kappen van dat bietenloof, dat was ook een kunst apart, want je moest het natuurlijk goed doen. Niet te veel biet aan het loof laten zitten, want dat was zonde, maar ook wel weer genoeg kop, raam en bietenkop noemden we dat, want dat waren dan P-koppen, zoals ze ook werden genoemd in onze regio. En die werden dan weer apart gelegd. De bieten apart op hoopjes en P-loof natuurlijk ook apart. De bieten werden opgehaald en die gingen naar de suikerfabriek. En het bietenloof, dat werd verzameld, zoals wij dat hebben geleerd destijds thuis, werd verzameld en opgeladen. En het was veel volume wat je dan meenam, want het moest allemaal bovenop zo'n wagen mee. En het was bijzonder hard werken. Daar moest je echt wel spierballen voor hebben en die kreeg je er ook wel van. En dan moest je ook flink spek bij eten. En het leuke was dat dat altijd in het najaar was, zodat spek goed te pas kwam. Nou, dan ging dat loof naar de boerderij en daar werd een P-loofkuil, was daar in gereedheid gebracht, waar dat loof werd neergelegd of opgestapeld, tot het een vrij grote hoogte had en al het loof, de bietenloof met de koppen, dus want de kop zat aan het loof, naar gereed was. En dan kwam er op dat loof, op die kuil, op die bietenloofkuil, kwam een zwaar gronddek. Dat werd over het algemeen door een kraantje gedaan, die dan werd gehuurd bij een loonwerker in de buurt en die groef dan de grond naast de kuil uit en gooide die grond bovenop bovenop die bietenkuil. En de zwaarte van die grond, die drukte die kuil ineen. En je kunt je voorstellen, in dat groen loof, daar zat natuurlijk ontzettend veel sap. Vocht en dat moest eruit en dat zag je dan ook vrijwel onmiddellijk gebeuren. Je zag de hoogte van die kuil die soms als je begon misschien wel anderhalve meter hoog was of nog meer, zag je met de dag slinken en aan de zijkanten in de gleuven waar de grond was uitgehaald om als dek te gebruiken, zag je dat sap daarin glijden en sijpelen. Vies spul. En ik denk dat dat tegenwoordig allemaal niet meer zou mogen, want grondverontreiniging en dergelijke dingen zouden daarmee te maken kunnen hebben, want je weet niet wat er allemaal in dat sap zat. En dan komt het verhaal, want dat bleef die kuil zo zitten tot in de winter. En dan werd dat bietenloof, dat P-loof zoals we het ook noemden, een zeer gewaardeerd voer voor de koeien. Wij hadden het ook. Het enige probleem was dat het inderdaad, en dan komen we terug bij het punt waar in de krant over werd gesproken nu, dat het flink zou kunnen gaan stinken. Dat is ook zo, want dat P-loof, dat stonk. Hang je maar vanaf wat je onder stank verstaat, want daar zijn natuurlijk altijd hele discussies over van mensen die vinden dit stinken en dat weer niet stinken, lekker ruiken en een geurtje hebben. Maar P-loof, daar kon je, neem het van ons aan, dat was een heel akelig geurtje
En dat drong zelfs door op een zeker moment in de smaak van de melk. Tot er een moment is gekomen dat men van de zuivelfabrieken eigenlijk verbood dat dit nog zou kunnen worden gebruikt, peloof, ingekuild peloof, als veevoer voor de koeien. Kijk, het is wat anders. Als je het natuurlijk vers voerde, dan zou dat geen probleem zijn, want dan had het nog geen geur. Dus als er soms eens een boer op bezoek kwam, die dat ook zelf thuis voerde, en hij had zijn broek niet verwisseld, en hij had het net in die stal zelf gevoerd, en er zat wat aan zijn broek gekleefd, en hij ging bij jou thuis op de stoel zitten, dan had je pech, want dan stonk die stoel zeker nog 2-3 dagen na dat bietenloof dat aan die broek had gezeten van die bezoeker. Heden en dagen is er geen bietenloof meer, want de bietenoogst, zoals velen zullen weten, die wordt gauw compleet mechanisch gedaan. En dan heb je grote machines die rooien, die halen die bieten uit de grond en versnipperen al het loof. En dat valt neer op het land en blijft eigenlijk min of meer achter, zou je kunnen zeggen, als een soort groenbemester. Heden en dagen zijn er nu weer proeven aan de gang om toch met dat bietenloof nog wat te gaan doen, om daar enige vorm van energie uit te halen. Misschien kan dat niet, maar dat zullen we afwachten. Maar goed, dat is dan terugkomend op dat hele verhaaltje in B en de Stem. Stond er gisteren in, dat was zaterdag, en nu maar afwachten of de bevolking van Bergen op Zoom, want daar gaat het om, de stank, de geur van dat resterende depotje van bietenloof, dat men zegt wat volgens ons helemaal geen bietenloof is, maar dus zoals gezegd gewoon wat schoonmaakspul wat achterbleef nadat de bieten daar waren aangevoerd. Dus dat was zo'n beetje het verhaal. En ja, velen zullen dat bericht hebben gelezen en hebben gedacht, ja, waar hebben ze het in hemelsnaam over? Bietenloof, peekoppen. Wij weten het wel al te goed, dus beste mensen, mocht je daar nog aan twijfelen, dan weet je het nu beter. En we hopen dat het tot enige verduidelijking heeft geleid. En het is, als u nog eens echt die nostalgische geur van peeloof wil opruiken, zorg dan dat u morgen of overmorgen in de buurt van het Nedalco-terrein bent en neem wat mee naar huis, zodat u het ook uw huisgenoten eens even kunt laten ruiken. Of ze daar blij mee zullen zijn, dat betwijfelen we sterk. Dank u wel. En dat was het al eventjes naar aanleiding van dat artikeltje.